Kwak. Mijn lievelingsgenre, mijn lievelings hele reeks is alles wat met Harry Potter te maken heeft. En sowieso fantasy shit, Lord of the Rings. Het kan me eigenlijk niet gek genoeg. Ik hou eigenlijk van allerlei genres. De enige genre waar ik niet van hou is horror. Ja, ik verwacht dat ik niks kan verwachten, want ik weet niet met wie ik naar de film ga. Ik weet niet welke film ik ga. Ik hou eigenlijk nooit van verrassingen, maar waarom had ik er ook al een jaar op gezegd? Met wie ik hoop dat ik naar de film ga? Nou, ik ben net weer vrijgezel, dus ik hoop een hele leuke dame. Goeie man. Hey Rob. Easy Mark. Ja, goed te zien. Van de politie, toch? Of klopt. Hoor je dat altijd? Dat hoor ik wel vaak. Ah ja. Dus gaan we automatisch langzamer rijden. Top. Waar gaan we naartoe? Ik heb geen flauw idee. Nou, ik hoop dat jij het wist. Hey, ik ben wel heel benieuwd. Oh, wat spannend. Ik hoop dat we naar dezelfde gaan. Ja, ik hoop dus naar Patser. Oh, nou ik heb slecht nieuws voor je dan. Het wordt Anne Plus. Anne Plus. Ken je die? Nee, ik ken geen flauw idee. Nee. Stoor ik? Oh, wat is er? Ai. Hoe ouder je wordt, hoe meer controle je krijgt over je emoties. Nou, niet dus. Verliefdheid kan je gewoon altijd overvallen. Yes, een leuk vooruitzicht. Ja, het lijkt me leuk. Mijn ex heet Anne, dus dat moet goed zijn. Oh. Dat is zo'n avond, ja. Top. Huilend de zaal uit. Je moet weer eens aan de koek in. Ja, dat gaan we doen. Ik zou het liefst zout. En jij? Nou, fijne avond. Tot ziens. Ik vind zoet ook wel lekker. Ik vind zoute popcorn. Net als, je hebt ook geen zoete kroket. Kroket met suiker erin. Dat doe je er ook niet. Ja, voor mij is zwarte koffie. Dankjewel. Ga ik het halen. Ik pas wel even op. Wil je ook een beetje? Kraak. En ook nog wel de zouten. Sorry. Wat heb je nou gedaan? Het viel om. Het viel om? Nee, niet expres. Je kunt hem nergens meer naartoe nemen. Maak het gewoon een teringzooi van. Het moet nog beginnen, hè? Moet nog beginnen. Gaan we nog op tijd komen? Ja, nee, ja. Ik hoop dat we de helft nog halen. Ja, we zijn nog op tijd. Ja, waar zal ik beginnen? Lily. Mijn eerste grote liefde. We waren echt zo'n irritant schattig klefstelletje. En natuurlijk gingen we ook nog eens allebei studeren in Amsterdam. Nee! Kom, ik breng je. Je bent ook nergens zonder mij, schatje. Dat is wel weer duidelijk. Ik dacht dus altijd dat ik wel stevig in mijn schoenen stond. Ik begon te twijfelen. Ik vond het wel fijn om een beetje los te breken. Nou, en ik vind het wel goed dat, dat inderdaad het fenomeen lesbisch zijn op zich niet echt centraal staat. Dat het gewoon meer gaat over de liefde. Ja. En hoe dat dan... Het is een dagboek eigenlijk. Ja, een dagboek over de liefde, ja. Ja. En dat zij dat toevallig lesbisch zijn, ja, dat is de zijtak. Hoe zeg je dat? Ja. Zijspoor. Hoeveel sterren geven het? Kalfjes zelfs. Van 1 tot 5, toch? Ja. Je kunt nooit, je moet altijd iets te wensen overhouden. Dus 5 denk ik sowieso niet. Al vond ik het wel, ik vond haar heel goed. Ik vond haar heel goed, ja. Die Hanna, die de hoofdrol speelt. Ik geef het wel 3, mogen het ook halve zijn? Is dat niet diervriendelijk? Geef ik het 4,5. 3,5 kalfje, denk ik. Oh, wat grappig. Want ik precies hetzelfde. Echt waar? Ja. Nou, dus unaniem 3. Nee, doe 4. Nee. 3,5 is een mierenneuk op zijn half. Ja, maar ik vond toch het verhaal soms een beetje hetzelfde steeds. Ja. Maar ik vond wel het er echt uitzien als één Instagram-post. Ja, het was dat echt waar. Vet. En voor... Mooie, zo licht overal. Oké, ga met je mee. Maak ja, vier, we zitten daar 3,5. 4. 4. 4 kalfjes op je beeldscherm. Okay, gaan we een pilsje drinken? Wat was het nou ook weer? Hoe heet die tent? België. Abonneer op ons YouTube-kanaal en klik op de link NPO 3.